volgend jaar om deze tijd, dan beginnen de eerste festiviteiten en activiteiten van Culturele Hoofdstad. Wat vindt u van Culturele Hoofdstad? Aanwachten. Ja. Aanwachten, u ziet het niet uit met spanning daarna uit? Ja, ja. Wat zeggen die Leeuwarden dan? Ik heb vriezen door, hè? Ja. Ja, aanwachten. Nou, dat is wel leuk. Ja, dat zet Leeuwarden wel op een kaart. Dat is wel belangrijk. Ik bedoel, maar je mag wel eens wat gebeuren. Ik hou wel van een feestje, vroeger. Ja. Ik zal u vertellen, ik ben doodsbang dat de hele stad dag in dag uit, week in week uit, vol staat met witte schermen, waarachter tenten, waarachter van alles gebeurt. En je bederft de hele stad ermee. Je kunt het in het zomerseizoen ieder weekend zowat zien. En dat is dus niet de methode waarop je de stad presenteert. Nou, ik vind het geweldig. Geweldig in ieder geval. Ja. Maar ik heb er verder niet zoveel mee, maar ik vind het wel heel erg leuk dat het komt. Nee. Ja. Ja, ik vind het wel leuk voor de stad. Hè? Dat geeft wat roerigheid en zo, en wat drukte. Maar wat heb ik ermee? Ja, nee, ja, ik woon het Fries Museum, de Harmonie. Ja. Ik wil, maar, ja, maar dat zijn dingen die we normaal ook wel doen. Maar ja, verder. U had er nog nooit van gehoord? Eigenlijk niet, nee. Nee, daar heb ik niks mee. Waarom niet? Nee, ik ben een cultuurbarbaar. Ja. Ik werk bij de ING hier en dat is een van de sponsors. Die hebben aardig toe de beurs geweest, ja. Hè? Dus ja, ze krijgen er inderdaad wel wat van mee. Maar, ja. Ik vind het gewoon sowieso leuk dat we het zijn geworden. Dat alleen al? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Dat is toch fantastisch. Ja, ik kan alleen maar meer moois brengen, denk ik dan. Ja.